7 militairen van het Special Operations Peloton van Suriname zijn gisteren gewond geraakt bij een ongeval in Frans-Guyana. 2 zijn ernstig gewond en overgebracht naar ziekenhuizen. De overige militairen hebben lichtere verwondingen opgelopen. Het peloton was onderweg naar een training met het Franse leger toen het voertuig van de weg raakte. De oorzaak wordt onderzocht. De ILO-missie in Suriname van 15 tot 18 oktober 2024 heeft waardevolle inzichten verzameld voor de modernisering van de dienst arbeidsbemiddeling. Deze roadmap, in lijn met ILO-conventie nummer 88, richt zich op het verbeteren van efficiëntie en toegankelijkheid. De modernisering omvat 4 fasen: rebranding, lancering van online platforms, uitbreiding van diensten en een nieuwe kantoorlocatie die als keerpunt wordt gezien in het proces. In het district Wanica zijn 26 vrouwen op 16 oktober 2024 gestart met de vaktraining textiele werkvormen als onderdeel van het landelijke project Roko Fumik Moni, uitgevoerd door de SAO. Het project dat zelfredzaamheid wil bevorderen biedt de deelnemers gratis training en materiaal. Minister Stephen McAndrew wees op de kansen in de textielindustrie voor persoonlijke ontwikkeling en het creëren van werkgelegenheid.